Ja, lieve vrienden, een hele goede middag vandaag. En het is vandaag dinsdag 17 november en we leven om 12:33. Ik heb de wasdroger alweer draaien vandaag. Ik heb tot vannacht 12 uur aan het doorwerken geweest om de kerstboom op te tuigen. Ja, die is nou klaar. Het is enkel 18 juli waar jullie opstaan, de eettafel in de keuken nog. En mijn bureau zelf, niet bovenop, maar waar ik werk, moet nog schoon. Dan kunnen de boksen weer naar boven toe. Die staan hier nog. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja, en de beesten, nou, die hebben zich gisteren keurig weten te gedragen, ondanks dat ik aan het werk was. Elwin, die was even het onwennig, die vond, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja! Maar het gaat allemaal goed. Ja, zeker te weten. Nou, daar is mijn boom. En hij is in goud met brons en wat zalmkleur. Want die bovenste slinger wou ik er toch weer in hebben. Dat is zwanendons. Die is zalmkleurig. En de rest is allemaal goud en brons wat erin blinkt. Op 2 kerstballen na, maar dat zijn geboorteballen. Deze, die ik hier heb, die is dus met roze. Dat is de geboortebal van mijn jongste dochter Katja. En nou hoop ik dat ik erdoor kan, maar dat zal haar zo niet. Ja, kan dat wel? Goh, dat gaat. Wauw, omdat ik het allemaal een stukje heb geschoven. En hier hebben we er eentje. En die is van mijn geweldige liefhebbende zoon, David Luisterburg. Ja. Dus, ja. Die hebben we nog steeds, David. Zeker te weten. Jouw babybal. Jouw eerste kerstfeest. Die bal heb je nog van je papa gehad. Ja. Goed, hè? Ja, ik ben, mijn luchtballon die gaat eruit. Zo. Ja, mijn luchtballon, denken jullie. Ja, ik heb hier een pompje, dat noem ik mijn luchtballon. Dat kan ik mijn lendensteun mee oppompen wanneer ik dat nodig heb. Ja, dus dat doen we dan. Nou ja, dat is dus mijn mooie kerstboom. Met een hele mooie piek erin. Ja, en dan hebben we hier de kerststal. Ik hoop dat jullie iets kunnen zien, want er ligt er hier eentje lang uit over de vloer heen. Nou, en op de televisie stond ook het een en het ander. En er wil kandelaar naar binnen. En de kast is klaar. Nou, dan ga ik een slingertje om dat touw heen. En daar ook, achter de boom. Met zonnetje schijnt. Nou, en dan hebben we hier de bende staan. Deels kan weer naar boven voorlopig. En dan heb ik hier de tafel die nog opgeruimd moet worden en schoongemaakt moet worden en alles eraf. En dan komt er een ander kleed erop. Die komt buiten. Dat weet ik nog niet wat ik daarmee moet. Nou, en dan moet dat nog gedaan worden. En dat is ook klaar. Ja. Dus ik ben er helemaal blij mee. En dan gaan we proberen meneer Eodokus kwast naar binnen te halen, oftewel onze kandelaar. Dames, wegwezen. Rijka, Moefe, Elwing, die kant op, terug, die kant op. Oh ja, die stond nog op slot. Ha, heb ik dat?
Kom maar, Gandalf. Ja, kom maar. Goed zo, kereltje. Oh, hij wil niet klik zeggen. Kijk, die luistert beter dan die kleine trinolen daar. Hé? Oh ja? Hé? Ja? Met z'n drietjes bij elkaar, hè? Hé, hey, met z'n drietjes bij elkaar. Jij, meisje. Ga ik zo zitten. Ga zo ook zitten. Ga zo ook zitten. Ga zitten. Nou, ga zitten. Ga zitten. Net zoals Elwing, die zit ook. Ach, gekkie. Ja. Ach, goeie toch, hè. Ach, goeie toch, hè. Nou ja, dat was dus meneertje Gandalf moet kunnen allemaal. Ja toch, ik ga lekker even met de dames lopen en dan, ja, want ik krijg vanmiddag ook nog telefoon, belafspraak met een instantie. Want ze mogen niet bij me komen, nou ja, oké dan. En dan komt Sandra, die mag weer wel bij me komen. Ja, ik vind het allemaal maar dom. Maar ja, wie ben ik? En er zijn er gelukkig meerdere mensen met mij die het ook dom vinden. Ik heb al van een arts gehoord dat het gewoon om een griep gaat. Enkel als je het al niet mag halen, net als met een normale griep, die kun je ook wel eens van overlijden. Maar omdat het met je luchtwegen heeft te maken, is de dood pijnlijker. Maar het kan ook draaglijk gemaakt worden door de artsen. Ja. Maar ja, het ligt eraan hoe je zelf bent. Ja, gewoon je openstellen tot onze lieve Heer ook. Ja, dat doe ik ook. Maar je moet vertrouwen hebben. Zowel in jezelf. Maar ook in God. Ja. En dan komt alles goed. Ik ben toch ook nog steeds verder gezond. Ik ben niet ziek geweest. En ik heb nog wel COPD. Dus ik ben een risicofactor. Maar ik ga lachend door. Nou ja, doe dat ook. Ja. Gewoon je ding doen. En blijven doen. Ja, ik moet van alle kanten op. Want er liggen hier dieren om me heen. Maar in ieder geval, je moet gewoon alle kanten, je moet gewoon je ding doen wat je wilt doen. Wil je naar buiten, dan ga je naar buiten. Je hebt niet verplicht binnen te blijven. Wel nee, ze zijn gek gestoord. Ik ga toch ook naar buiten, honden of geen honden. Ik ga naar buiten wanneer ik wil, hoor. Ja. En ik blijf in huis wanneer ik dat wil. Toch, Elwin? Ja, hè. Ze begint best te luisteren al. Ja? Hé? Als je zin hebt tenminste. Wat is de kerel? Nou, hier. Elwing. Elwing. Maar oké, genoeg gepraat. En ik zou zeggen, doe je ding, wees aardig, wees lief en blijf gezond. Dan komt alles toch goed. Ja. Hou gewoon vol goede moed. Ja toch? Het is hier in ieder geval momenteel zeg ik erbij,
mooi weer, want het zonnetje schijnt. En dat zagen jullie al dat ik de kerstboom et cetera liet zien. Dus ja, ik ga nou lekker mij klaarmaken. Ik ga mijn jas aandoen en mijn vest dicht doen. En ik ga er vandoor met mijn hondjes. En na die tijd bak ik koffie en een broodje. En dan begin ik ook weer zo langzamerhand hier om een beetje de boel op te redderen, wat er te redderen valt. Ja. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is reeds alweer 3:04. Ik zit nou te wachten op Sandra, althans te wachten. Ik ben bezig hoor, ik ben druk. Ik heb ook al beeldbellen gehad met een vrouwtje van een instelling die mij hulp geeft om weer verder te komen, dat ik bij een andere instelling kom dan psycholoog. Psycholoog doet toch geen ene malle moe meer voor me. En daar wordt nou verandering in gebracht. Dit vrouwtje begreep het ook al niet, dat ze nou ook stoppen met mijn jongste dochter Katja, omdat die volwassen is, maar dat meisje is autistisch in de vorm van PDD-NOS en een achterstand. Dus ik zorg geen hulp. Natuurlijk moet ik hulp hebben. Ik wil contact met dat kind. Punt. En dat heb ik nou niet. Maar oké, buiten dat allemaal om. Ik zit nou te wachten op Sandra. Die komt rond 3:30. Ik heb mijn bureau ook tussendoor helemaal schoon weten te maken. Dat is weer netjes en opgeruimd en schoongemaakt. Ja, ik heb daar altijd spullen staan, want dat heb ik altijd nodig, weet je. De salontafel is weer netjes, er lag er ook een hoop troep op. Wat is dat? Is dat Ducky Duck? Nee, is niet Ducky Duck. Nee, dat is het eentje van ja, hoe heet het nou? Goh, dan ben ik het toch kwijt hoe het heet. Ik doe het iedere dag zo wat. Pokémon Go. Daar is die eend van, ja. Nou, ja, ik was met de eettafel bezig die aan het leeghalen. En ik moet dat hoekje nog even doen. Hieronder. Even de boel opruimen. Ja. Ik wil die certificaten van de dieren ook in hun hoes hebben, et cetera. Dat hoort dit ook weer bij. Nou ja, dat moet ik toch eventjes hebben. Hier, oh, even kijken, dat is ook leuk. Er zit een batterij in en dan gaat hij flikkeren. Nou ja, daar kan ik niet tegen. Daar kan ik dus niet tegen. Dan gaat hij heel langzaam en weer vlug. Langzaam en weer vlug. Nou, kan ik ook niet tegen. Nou is het om en om, aan en uit. Dat hoeft voor mij ook niet. En dan snel. Oh, nou, dat hoeft voor mij niet. Nou is die heel langzaam. Oh, een lampje kapot. Nog een lampje kapot. Nog een lamp. Oh, nee, nee. Oh, dat gaat langzaam. Oké. Nou, weer heel snel. Hoeft niet. Maar ik heb ook een, dat hij stil blijft staan. Dat is deze, geloof ik. Ja, staat een heel menu op. 72, ja, nou ja, ik weet niet of je dat kan lezen. Ik in ieder geval niet. Het is Engels. Maar in ieder geval. Ik denk dat ik hem nou op 8 heb. Steady on. Oh, en dan op ongeveer 9. Maar oké, ja, dat brandt nou zo helemaal daar naartoe. Ik gewoon hier, dat legt ieder jaar om hun heen, om mijn dierbaren. Ja, ook hun is het kerst, toch? En er wordt Rijka wakker. Ja, Rijka wakker. En Elwin ook wakker? Elwin. 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 Hé, hey, dove. Elwin, ja, dat was een vlieg. Elwin. Elwin. Rijka.
Ah, kwam je toch? Oh, je moest eerst even je schoonpoetsen. Hé, je moest eerst even je schoonpoetsen. Ja. Zijn we mooi, hè? Ja, we zijn mooi. Ik ook mooi. Ja, allebei in beeld. Hé, nou. Ja, ik zou zeggen, lieve vriend, we zien. Het is bijna 3:10. Ik ga even verder de boel hier proberen op te redden voordat Sandra hier ook komt. En dan zullen we het verder wel beleven. Ja, toch? Ja. En wat Karin doet van, nee, dat kan ik niet met mijn arme hoofd. Nee, dat doen we maar niet. Ik doe gewoon. Ja, toch? Kan ook. Nou ja. Mooi, niet? Met z'n tweeën. De een er bovenop en de ander kan je gewoon zo staan. Geweldig. Ja, helaas is Kandalf er niet bij. Die is zover ik weet naar buiten toe, want die is bang van de droger. Is die altijd al geweest vanaf dat ik hem kreeg. En ik kreeg hem als kitten en toen was hij al bang van de droger. Dus wat ze gedaan hebben, dat hij nog kitten was, weet ik ook niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ga ik ook doen. Ik ga eerst de eettafel een beetje opknappen. Dat hoekje, dat doe ik later. Ik hoop dat ik het allemaal vandaag krijg gedaan. Behalve, ja, ik krijg weer bezoek, dus blijft dat weer staan. Maar dat komt allemaal wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is al aardig aan het donker worden. Tenminste, in huis. Ik heb al verlichting aan, maar de kerstboom en het raam hek daar nog niet aan. Daar brandt maar één ding, dat zijn die klokken. De rest brandt er ook nog niet. Vind ik niet nodig. Maar mijn eettafel heb ik klaar. Ja. Enkel, ik let niet op de kaarsen. Daar komen nog nieuwe in, maar die heb ik besteld. Want ik had niet meer, dus daar komen nieuwe kaarsen in. Ze zouden met drie weken zouden ze er weer zijn. Dus ja, daar is wachten op. Dus dan ga ik een nieuwe halen. Nou, mijn bureau is weer netjes en schoon. Salontafel is natuurlijk netjes. Zoals jullie allicht al wisten. Ook mijn televisie al. Nou ja, de rest is allemaal al klaar. Ik moet enkel daar nog 2 klokken ophangen. Die liggen nog hier, maar ik kan er niet bij, want dat staat er nog. Dat moet nog naar boven toe. Ik heb hier nog wat, dat moet naar buiten toe. Maar daar vind ik het nog te vroeg voor. Dat kan binnen en buiten. Dat is van die ijspegeldingen. Dit is gewoon kerstverlichting, maar dat is weer voor binnen. Maar ja, ik heb genoeg verlichting. Dat is gewoon reserve. Dit is voor mijn buurmeisje. Dat zijn die 2 klokken. Dus ja, het komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Daar hebben we Elwing weer. Hè? Onze Elwing. Jo. Ja, ga maar eten. Ga maar eten. Nee, moet jij niet eten. Ga maar eten. Heerlijk. Broekjes. Nou hoor, dan niet. Moet je nou echt niet? Met mijn Marlontje. Net zoals Rijka, Marlontje. Toen komt Kandalf aan. Die zag ik te lopen op de schutting. Nou, even naar de kantkant. Gaan we eens even kijken of meneertje binnen wilt komen. Nee, Rijka. Nee. Nee, ik zie hem niet meer. Hij is voetzie. Nee, daarom. Hallo. Kandalf.
Zien jullie hem staan? Dan komt hij aan. Blijft hij daar weer staan? Oh, nageltjes scherpen. Gandalf, ga eens weg. Ga eens weg. Gandalfie, kom maar. Kom dan. Ga eens aan de kant, jij. Nieuwsgierigie. Kom maar op, kereltje. Goed zo. Gelijk in ontvangst genomen door het welkomstcomité. Oh, rijka toch. Ja, goed zo. Blaas maar. Dames. Jij denkt er ook om, hè? Wees eens lief voor elkaar. Goed zo. Ga maar liggen. Hi man. Hi kerel. Kom je er ook gelijk niet meer uit, hè? Nee. Kom je er gelijk niet meer uit. Pijn in mijn been. Trouwens, niet alleen nog mijn been, maar alles doet me pijn. Maar ja, kan de pret niet drukken. Nee, ik ga gewoon vrolijk door. Ik moet dat hoekje van mijn man nog klaar schoonmaken. Dit was allemaal van mijn mannetje, dit hoekje. Deze hele hoek, zo. De hero waren Frodo en Arwen en Eowyn opstaan. Daar stonden zijn spulletjes van zijn gehoorapparaat op. Hier stond die laptop op, dat is Lisa. Ja, die heeft een naam, kan er ook niks aan doen. En dat was gewoon een normale werklaptop. Ja, en bij Lisa behoort dit ding weer. Want die antenne die gaat er iedere keer af. Ja, en ik hoor als iemand inbreekt bij mijn voordeur, hoor ik dat. Ja, als ik thuis ben. En daar hoort nog wat bij. Ja, dat zit achter die plant. Zie je daar een kastje als je goed kijkt. Ja, hoort er ook allemaal bij. De lantaarnpaals die zijn aangegaan. En de lucht is zomaar hartstikke mooi. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ga nou eens even fietsen stelen allemaal. Mooi, hè? Oranje. Ja, allemaal oranje. In de lucht. Aan die kant ook. Maar ja, dan kan ik mijn arm niet buiten de deur steken. Nee, dat gaat het niet worden. En nog steeds de twee zwarte pietjes. Die gaan pas weg als het 5 december is geweest. En dan vertrekken ze weer naar Spanje. Met appeltjes van oranje. Ja, dat is een mooie, die lucht. Ja, echt wel. Ja, en Karin, er komt weer een puntje aan. Zie je hem? Ja, dus ja, hij blijft maar doorgroeien en doorgroeien. Ik kan er ook niks aan doen. Wie weet komt er nog meer. En dan zit Elwing brokken te eten uit Rijka haar bakje. Het zijn dezelfde brokken dan in haar eigen bak. Heb je ooit zo meegemaakt, zoiets? Nee? Ja, nou? Hoe goedje. Nou ja, oké, lieve vrienden. Ik ga weer afsluiten. Ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit. Ik weet niet eens hoe laat het nou eigenlijk is. Eens even kijken. 5:02. En dat is natuurlijk dezelfde dag, dinsdag, de 17e. Ik maak er een einde aan voor jullie. Ja, want ik ben het zat, ik ben moe. Echt, ik ben geradbraakt. En ik ben nog niet klaar, want ik wil toch nog proberen die box boven te krijgen op die doos. Nou, want die wordt mij ook te zwaar. En dat hoekje nog schoon te maken. En daar ook een kleedje op. Even netjes maken.
En dan even dingen in een speciale map doen voor mijn diertjes die er niet meer zijn. Want ik heb nou, geloof ik, al 3 certificaten daar staan. Eentje van Arwen, eentje van Frodo, eentje van Eowyn. Ja, dus kun je nagaan, hè. Maar ja, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Wees lief voor elkaar. Wees dankbaar voor hetgeen wat je krijgt. En al is het nog zo klein, al is het nog maar zo'n klein dingetje, wees er dankbaar mee. Want nu heb je het en morgen kan je het zomaar weer kwijt zijn. Ja. Maar ik zou zeggen, geniet van alles. En we spreken elkaar morgen gewoon weer. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!